We staan hier bij de Overijsselse Vecht, die ook bedijkt is. Het zijn primaire keringen, dus belangrijke waterkeringen. Maar die zijn gemaakt van zand. En dat maakt het moeilijk om aan te tonen dat ze sterk genoeg zijn. Onder de jaren bouwen we al dijken in Nederland. En we weten eigenlijk, een goede dijk die maak je van klei. Nou, hier langs de Vecht is gewoon weinig klei. En hebben ze gewoon noodgedwongen de dijken van zand gemaakt. Grasbekleding erop laten groeien. En die grasbekleding geeft het sterkte. Sinds 2017 hebben we een nieuwe norm. Voor de dijken met klei is gewoon heel veel onderzoek gedaan. En zijn rekenmodellen beschikbaar die aangeven, nou, zo sterk is de dijk. Dit kan die hebben qua belasting. Nou, die modellen zijn er dus niet voor zanddijken. Om dus te kunnen aantonen dat deze dijken veilig genoeg zijn, hebben we gewoon onderzoek nodig om te laten zien, nou, dit kan die hebben qua golven, dit kan die hebben qua water dat er overheen stroomt. Daarvoor zijn proeven nodig en die willen we hier gewoon gaan uitvoeren om gewoon te kijken, echt op de dijk zelf, wat kan die nou eigenlijk hebben als je er maar genoeg water tegenaan gooit. De voorbereiding van het onderzoek start in januari en dan gaan we in de winter van 2021 gaan we ook echt de proeven doen met water de dijk laten botsen. Er zijn beheerders bijvoorbeeld die zeggen, doe er maar gewoon klei overheen, dan is de dijk sterk genoeg, zijn we klaar voor de toekomst. Maar dat kost al snel 45, 55 miljoen euro om dat hier langs de Vecht te doen. Ja, en is dat dan maatschappelijk verantwoord? Deze dijken liggen er al 100 jaar, voldoen al 100 jaar. En het ontbreken van een rekenregel kan toch niet de reden zijn dat we nu in één keer zoveel miljoenen uitgeven. Dat is eigenlijk de aanleiding om te zeggen van nee, we gaan nog niet gelijk over tot die versterking. We gaan eerst kijken, is het gewoon niet rekenkundig te onderbouwen dat ze wel degelijk sterk genoeg zijn. Kijk, wat ik hier geleerd heb, is ook gewoon, en dat zou ook mijn advies zijn aan andere technisch managers of projectmanagers van dijkversterkingen. Voordat je die schop in de grond zet, kijk of het echt nodig is. Want we hebben goede dijken, we hebben stevige dijken. En we willen nog veiligere dijken, dat moeten we ook zeker blijven nastreven. Maar we moeten wel zeker weten dat, wat daarvoor nodig is. Dat moeten we onderbouwen en als daar nog ruimte zit, moet die ook gewoon pakken. Want het is voor iedereen in de omgeving gewoon het beste om, nou ja, de dijkversterking alleen dat te doen wat echt nodig is.